Welkom, beste leerlingen, bij het tweede filmpje voor deze week. Jullie zien weer in het groot de titel staan, de hoofdtijden van het werkwoord en daaronder de cursuspagina's. Ik ben in het vorige filmpje wel vergeten te vermelden, ik had het jullie ook al gemaild, dat we ondertussen met deel 4 bezig zijn. Dus schrik niet als je dat niet thuis hebt. Ik heb het allemaal op smart school gezet, je kan daar alles afdrukken, volledig deel 4. Je kan ook naar het school gaan en aan het secretariaat vragen dat ze jou deel uit de klas gaan halen, maar vergeet dan niet om het lokaal B104 goed te vermelden, te zeggen dat het in de klas ligt en jouw naam erbij te zeggen. Nu, we gaan nog teruggaan naar deel 3 ook, maar we zijn nu eerst even bezig met deel 4. Nu, die hoofdtijden van het werkwoord, wat is dat? Jullie kennen al de infinitief, het voltooid deelwoord, de PV, de stam. Dat zijn allemaal termen die jullie horen te kennen. Nu, uit de vorige taak is een beetje gebleken dat daar toch nog wat twijfel bij bestaat. Dus we gaan het hier nog even kort herhalen en we gaan er een beetje aan toevoegen, zoals altijd. En natuurlijk zijn ook hier de DT-regels weer heel erg belangrijk. Zoals jullie hier zien, ik heb mijn oma gebeld. Je hoort een T, maar je schrijft een D natuurlijk. Nu, wat zijn die hoofdtijden? De hoofdtijden is eigenlijk een soort lijstje dat je met elk werkwoord kan maken. En op die manier kan je onthouden hoe je het moet vervoegen. Dus of dat daar nu een D of een T aan hangt, of iets regelmatig of onregelmatig is. En het lijkt een beetje op een rijmpje dat je in je hoofd kan steken om zaken te onthouden. En het werkt als volgt, dus met het werkwoord werken, krijgen werken, werkte, gewerkt. Slapen, sliep, geslapen. Drinken, dronk, gedronken. Je hebt het al misschien al wel eens gehoord en we noemen dat de hoofdtijden. Soms ga je ook wel het woord stamtijden tegenkomen. Dus hoe wordt het gemaakt? Je krijgt eerst de infinitief van een werkwoord. Als je niet meer weet wat dat is, ga het dan even opzoeken. Ik zeg het in een van mijn vorige filmpjes, leg ik het nog eens uit. De verleden tijd van de eerste persoon enkelvoud, dus de ik-vorm. De verleden tijd is ik werkte, ik sliep, ik dronk. En het voltooid deelwoord, dus altijd hetzelfde is. En op die manier kan je van elk werkwoord de hoofdtijden vinden. Waarom is dat nu zo handig? Daardoor weet je of een werkwoord regelmatig of onregelmatig is. Je kent daardoor ook de DT-regels. De tegenwoordige tijd heb ik niet nodig, want ik kan in de tegenwoordige tijd alleen maar een T toevoegen. Ik moet gewoon goed luisteren of ze er al dan niet staat. Vanaf de verleden tijd daarentegen moet ik het wel weten. Is het nu een T of is het nu een T? En als ik die regels, als ik dat zo van buiten leer, dan hoor ik het altijd. Als ik bijvoorbeeld het voltooid deelwoord van gebeuren moet invullen, kan ik het lijstje afgaan. Gebeuren, gebeurde, gebeurt. En dan weet ik het. Ik heb gebeurde gehoord. Het is met een D. En het is ook makkelijk te leren. Het lijkt een beetje op een rijmpje dat je in je hoofd aan het steken bent. En op die manier worden ook heel veel andere talen aangeleerd. Jullie gaan dit later voor Engels in jullie hoofd moeten steken. Het is exact hetzelfde. To swim, swam, swam. To feel, felt, felt. Eat, eat, eaten. Dit is de infinitief van een Engels werkwoord, de verleden tijd van de eerste persoon enkelvoud en het voltooid deelwoord in het Engels. En dit is in het Engels vooral heel handig, omdat je zo de onregelmatige werkwoorden gaat leren. Zoals de past simple, waar je die nodig hebt. Die tijd heb je misschien ondertussen al geleerd. En dan ga je die allemaal van buiten moeten leren. Mensen die dus het Nederlands leren, gaan die hoofdtijden ook op die manier leren. En je komt die ook tegen in het Duits, zoals je hier voorbeelden ziet. En je komt die ook tegen in het Frans, in praktisch elke taal die wij hier in Europa spreken. Je moet weten wat dat is, je moet dat in het Nederlands kunnen maken. En je moet het natuurlijk ook kunnen in andere talen. Vandaar dat we het hier gebruiken. Je zal wel zien dat jullie cursus Engels helemaal op het einde een hele lijst heeft van die onregelmatige werkwoorden. Regelmatige werkwoorden in het Engels zijn niet nodig, omdat die veel logischer te vervoegen zijn dan die van het Nederlands. Wij zitten natuurlijk met de DT-regels. Nu, wat is daar erg belangrijk aan? Jullie moeten vooral de woorden infinitief, voltooid deelwoord en ook persoonsvorm en stam zeker herhalen voor je aan de oefeningen begint. Ik zeg het nogmaals, in de vorige taak zijn daar heel erg veel fouten tegen gemaakt. Ga dus nog eens naar dat vorige filmpje als je het niet meer weet. En vergeet ook niet wat een werkwoord is. Toen ik in de vorige taak 2 weken geleden vroeg om mij een scheidbaar werkwoord als voorbeeld te geven, hebben een aantal van jullie tentoonstelling opgeschreven. Nu, ik kan toch niet tentoonstellingen? Dat is toch geen werkwoord? Dus let goed op
Alles draait hier om werkwoorden. Zorg dat je in je hoofd hebt steken wat een werkwoord is en herhaal al die termen die ermee te maken hebben. Natuurlijk krijg je hier dan ook weer al een voorbeeld van wat werkwoorden zijn. Dat zijn vaak die woorden die eindigen op en en zaken die we kunnen doen. Jullie kunnen dit oefenen in de cursus. Let daarbij goed op de DT-regels en de algemene spelling. Nu, wat moeten jullie in de cursus doen? Op pagina 547 ga je eerst een tabel moeten invullen. Nu, die tabel voegt de eerste persoon. Wel, daarvoor zit nog een andere oefening, excuseer, maar die gaat sneller. Maar bij die tabel die je vindt op pagina 547, voegt die nog de eerste persoon tegenwoordige tijd toe. Dat is een extraatje dat normaal gezien niet voorkomt in de traditionele lijst van hoofdtijden. Dus alleen in die tabel ga je dat moeten doen. Eén keer vanaf pagina 616 is dat dus niet meer nodig. Ik heb hier de eerste even als voorbeeld al gepakt. Het werkwoord is worden. Eerste persoon tegenwoordige tijd is wordt, zonder dt, want ja, het is de eerste persoon. Verleden tijd is werd en voltooid deelwoord is geworden. Op die manier kunnen jullie die bladzijde al invullen. En op pagina 616 dan moeten jullie opdracht 6 tot en met 7 maken. Je zal zien dat er ook een opdracht 8 is. Je mag die maken om al een beetje meer te oefenen, maar die ga je ook op Smart School terugvinden. In een iets andere vorm wel. Dus jullie maken opdracht 6 en opdracht 7, waarbij je dus oftewel het werkwoord in de juiste vorm gaat moeten invullen en dus gaat moeten opletten: is het tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, is het een D of een T? En bij de opdracht 7 dan ga je dan het werkwoord moeten invullen op de juiste manier, zodat het past in de zin. Maar jullie gaan ook de hoofdtijden ervan moeten geven. Dus bijvoorbeeld maken, maakte, gemaakt. Bladeren, blader, gebladerd. Op die manier. Nu, welke opdracht moeten jullie doen? Jullie moeten natuurlijk, zoals elke week, bewijzen dat jullie je cursus hebben ingevuld. Van het vorige filmpje, het vorige onderdeel over die leenwoorden, moeten jullie dat niet doen, want jullie cursus is uiteindelijk de opdracht. Hier moeten jullie dat wel doen. Dus jullie moeten mij bewijzen dat jullie deze pagina hebben ingevuld en opdracht 6 en 7 op deze pagina's. Verder moeten jullie boekwidgets maken. Dat vind je op Smart School onder oefeningen. Jullie hebben dat nogal moeten doen. Dat zijn die online oefeningen die ook meteen zichzelf verbeteren. Je moet er minstens 3 maken. Volg even goed mee, zodat je weet wat je moet doen. Voltooid deelwoord, infinitief, persoonsvorm. Je zal zien dat er één boekwidget is met die titel. Die moet je verplicht maken. Er is er ook één over de hoofdtijden. Zoals je die hier nu inoefent. Die is ook verplicht. Bij de eerste zal je bijvoorbeeld moeten bepalen of iets een voltooid deelwoord is, een infinitief of een persoonsvorm. Bij de volgende ga je zo een lijstje van hoofdtijden moeten aanvullen. En dan volgt er de rally. Dat is een apart mapje onder oefeningen en je zal zien dat daar 5 rallies staan. Jullie moeten er minstens 2 maken, maar volg even mee. Je start met nummer 1. Nadien krijg je natuurlijk een score. Dat zal een score op 10 zijn. Als je na nummer 1 nog geen 10 op 10 hebt, die kans is wel reëel, dan maak je ook nummer 2. Na nummer 2 kijk je weer naar je score. Er zijn dan 2 opties. Je hebt een hogere score behaald dan bij 1, dan ga je door naar 3. Heb je een lagere score behaald, of je hebt een lagere score behaald, dan moet je stoppen. Wanneer je natuurlijk een 10 op 10 behaalt, moet je ook stoppen. Waar ga ik naar kijken om jullie punten te geven? Ik ga kijken naar de laatste oefening die je maakte en die telt voor punten. Heb je ze bijvoorbeeld, begin je bij 1 en slaag je er bij de derde in om een 10 op 10 te halen, dan krijg je van mij ook een 10 op 10 of een 5 op 5. Ik ben nog niet zeker of ik het ga herleiden. Wanneer je bijvoorbeeld nummer 1 maakt, je hebt een 6 op 10, nummer 2, een 7 op 10, je gaat naar nummer 3 zoals dat moet, en bij nummer 3 haal je terug een 6 op 10, dan moet je ook stoppen. En die 6 op 10 is dan je definitieve score. Dus ik ga telkens kijken naar de laatste die je gemaakt hebt. Normaal gezien, met het oefenen, zou dat naar een 10 op 10 moeten gaan. Maar het kan zijn dat je eens een keer een foutje meer maakt en dan moet je daar stoppen. Nu, probeer dat eerlijk te doen. Het is een leukere oefening. Het is een beetje spannend voor jullie ook. Dus werk alleen, wees eerlijk. Er zijn in totaal dus 5 rallies. Dus als jij bij de vijfde rally nog steeds geen 10 op 10 hebt, maar je bent wel telkens gestegen, dan geldt die.
Er is een beetje lawaai op de achtergrond, het spijt me. En de punten, zoals jullie wel weten, zullen niet zwaar doorwegen. Dus maak, doe het eerlijk, werk alleen, dat is het fijnste. Zit niet te hard in met je punten. Dit is meer een goede oefening, meer een spel, dan echt per se een puntenpakker. Dat was het. Veel succes ermee en tot volgende week.